De X6, de 5-serie GT, de X1. Stuk voor stuk opmerkelijke modellen waarmee BMW de niches opvult. Maar na al die verzinsels is het gewoon weer een keer heel erg fijn om kennis te maken met een geheel nieuwe 5-serie. Nou, de BMW 5-serie is al 5 generaties lang een van de meest sportieve auto's in het executive segment. En ik zal jullie alvast verklappen, bij de 6e generatie is dat niet anders, die zet die traditie gewoon weer voort. De nieuwe 5-serie is op basis van de 7-serie ontwikkeld, ze delen veel techniek. En dat die van binnen op de 7-serie lijkt, kun je ook wel zeggen. Alleen bij de 5-serie is het middenste gedeelte van het dashboard weer zo lekker naar de bestuurder toegedraaid. Dat is ook alweer zo'n fijne BMW-traditie. Voor het eerst kun je de 5-serie nu met een actief onderstel bestellen. De demping kent 4 standen, comfort, normaal, sport en sport plus. En bij sport en sport plus wordt ook nog een keer het overhellen van de carrosserie in bochten tegengegaan. Dan heb je echt een super strakke auto, zeker als je dan ook nog een keer die actieve besturing erbij neemt. Voor het eerst op de 5-serie doen de achterwielen ook mee. Dat systeem kennen we enigszins al van de Laguna GT, de 7-serie heeft het ook. Tot 60 km per uur sturen de achterwielen lichtjes tegen. Daarboven sturen ze mee met de voorwielen. Ja, en dan heb je zo'n dynamische auto die zo wendbaar is. Ik heb gisteren al even gereden met een BMW 5-serie met actieve besturing. Een 535i, ja, dat is echt fantastisch. Je hebt direct alweer dat BMW-gevoel. Ja, en dat is toch in een 5-serie GT waarin je wat hoger zit, wat minder. Dit is gewoon weer echt een lekkere, traditionele, slankogende sportsedan van BMW. Bestel je een BMW 5-serie met automaat, krijg je een achttrapsautomaat. Schakel lekker snel op, lekker korte verzetten. Hij zou nog iets sneller terug mogen schakelen als je echt aan het boenderen bent. Maar goed, daarvoor heeft hij ook een manuele stand. En ze hebben nu hele prettige flippers gemonteerd. Veel beter dan in de vorige 5-serie. Dus ja, ook qua automatische transmissie gaat de 5-serie er goed op vooruit. Nou, de nieuwe BMW 5-serie is zeker weer de meest dynamische in zijn klasse. En wat BMW heel graag zou willen, is dat hij weer de best verkopende in zijn klasse wordt. Nou, vanaf maart gaat de nieuwe BMW 5-serie proberen de Audi A6 van zijn troon te stoten. En ik denk dat het hem wel gaat lukken, want die Audi A6 loopt alweer even mee, is niet zo dynamisch. Dus ja, die nieuwe BMW 5-serie die gaat het wel maken.